In de Grote Kerk van Breda vindt weer het Internationale Orgelfestival plaats. Vrijdag 8 juli wordt het festival geopend met een concert door Jan Hagen, organist van de Domkerk. Op 7 achtereenvolgende vrijdagen kunt u het orgel beluisteren door buitenlandse en Nederlandse toporganisten. We zijn hier op het hoogste niveau in het orgel en dat is bij het zogenaamde bovenwerk. En we zien hier al het pijpmateriaal staan. We beginnen met een trompet en dan een hobo en vervolgens de fluitregisters. En elke vrijdag voor het concert worden de tongwerken, dus de schalmei en de hobo, in het orgel gestemd. En door hier dit staafje naar boven en beneden te bewegen, kan ik de toonhoogte van de pijp bijstellen. En dat doen we zo voor alle pijpen. En dat zijn er ongeveer 300 die we dan op vrijdagochtend stemmen. We zijn hier bij het borstwerk. Dat is de windlade met het pijpwerk wat het dichtste bij de organist staat. Dit hier, hierachter, zit de windlade, dus dat is een doos met winddruk. En daar staan de pijpen bovenop. En hieronder zie je dan wat wij een abstract noemen. En dat abstract, dat trekt een ventiel open waardoor de lucht naar de pijp kan. We zijn hier bij de speeltafel van het orgel. Ik heb vier klavieren voor mijn handen en één voetpedaal waar ik met de voeten op kan spelen. Rechts van mij, dat zijn de registerknoppen. Links hetzelfde. En met een registerknop kan ik een hele pijperij van één bepaalde stem inschakelen. En zodra ik een register heb getrokken, zoals wij dat noemen, en ik druk een toets in, dan open ik een ventiel waardoor het lucht naar de pijpen kan. En dan klinkt er dus een bepaalde toon en een bepaalde klank. En door andere registers aan toe te voegen, kan ik die klank veranderen. En de organist is dus een dag bezig om aan de hand van de registermogelijkheden zijn programma voor te bereiden, de juiste registers te kiezen, zodanig dat het orgelwerk wat hij gaat uitvoeren in overeenstemming is met wat de componist heeft bedacht. Ik kan dat laten horen. Ik zal een klein stukje spelen en dat doen we in het plenum. Dat is het belangrijkste, de klank van het orgel, en wordt over het algemeen gebruikt voor de samenzang.